De oppositie maakt zich zorgen over de voornemens van de regering om via een obligatielening $550 miljoen te lenen op de internationale markt. Volgens de VHP, ABOP, PL en NPS gaat het om een lening tegen een rente van 9,25% en een looptijd van 10 jaar. Deze lening zal gebruikt worden om bestaande schulden van staatsolie tegen 8,57% rente af te lossen en te herfinancieren. Uit dat bedrag zal ook de uitbetaling gedaan worden voor het aandeel van de regering in de Nieuwmondmijn. De lening zal ook worden gebruikt voor algemene begrotingsdoeleinden. De regering hoopt daarna hogere inkomsten uit goud en olie te krijgen om daarmee deze lening af te lossen, zeggen de oppositionele partijen in een persbericht. Ze maken zich daarom uiterst bezorgd om deze ontwikkelingen, aangezien de regering ook nu alles in het geheim zou hebben voorbereid. Tijdens de assembleevergadering van vanmorgen hebben diverse oppositieleden hun misnoegen geuit over de obligatielening van de regering. Voorzitter, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, generaal Ban Ki-moon, secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft duidelijk gezegd, steel niet van uw volk. En nu moet het volk het gelag betalen. Nu moet die volk de hoge rente gaan betalen. Voorzitter, we willen duidelijkheid van de regering en wij van de oppositie gaan een speciale vergadering hieromtrent vragen, voorzitter. En die brief wordt zo naar u toegestuurd. Pas wanneer dingen geformaliseerd zijn, komt de regering naar het parlement. En ik weet niet, als ik een beroep op u moet doen, samen met de coalitie, om dit parlement een andere positie te geven dan als meeloper, als aanhangsel van deze regering. Want we zouden een bijdrage kunnen leveren om de zaak te bediscussiëren. We praten nu over een lening van $550 miljoen tegen een rentepercentage van 9,25%. Dat betekent dat we ongeveer $50 miljoen aan rente moeten betalen per jaar. En dat is $4,25 miljoen per maand. Voorzitter, kan onze economie dat dragen? Het is heel belangrijk om te weten waar we staan, hoe de situatie ervoor is en op welke manier het beleid de uitdagingen aangaat. En ik vind dat wij in onvoldoende mate daarover geïnformeerd worden, waardoor wij elke keer verrassingen krijgen van leningen die worden gesloten en waarin wij achteraf worden geïnformeerd. Ik denk niet dat het correct is. De volksvertegenwoordiging is hier. Wij moeten juist in tijden van crisis de handen ineens slaan en met elkaar een open, eerlijke, transparante discussie voeren over zaken, maar ook mogelijkheden aandragen, voorstellen aandragen. NDP-fractieleider André Misikaba begrijpt de commotie rond de obligatielening helemaal niet. Hij vindt het niet erg als de vragen die gesteld worden eerlijk en oprecht zijn. Echter kan het bij hem niet in dat de oppositieleden bij het zoeken naar antwoorden alvast beschuldigingen uiten aan het adres van de regering. Volgens Misikaba speelt de oppositie politiek en is het niet dat zij antwoorden willen. Maar waar de vragen zijn gesteld, voorzitter, dan vragen we de regering om daarop in te gaan. Ik denk dat er duidelijk is aangegeven reeds dat deze lening niet gebruikt zal worden voor consumptie, voorzitter. Er is ook aangegeven voor welk doel het gebruikt zal worden. De vraag is natuurlijk aan degene die allerlei dingen doen om alle deuren voor de regering te sluiten. Wilt men niet dat de schuld van staatsolie moet worden betaald, voorzitter? We hebben in tijd besloten als land om te investeren in staatsolie. En de investering, voorzitter, de leningen die genomen zijn om dat te doen, moeten terugbetaald worden. Wanneer u niet in de regering bent, dan is het makkelijk praten aan de zijkant. Ik denk dat de regering een verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat niet alleen de tent draaiende wordt gehouden, maar dat inderdaad, voorzitter, op termijn de zaken die we hier hebben en die we niet wensen, dat die opgelost worden. NDP-fractieleider André Misikaba. Hij sprak vandaag in DNA naar aanleiding van het feit dat de oppositie zorgpunten heeft geuit over de obligatielening die de staat Suriname in het buitenland heeft afgesloten.